femmes. Beneden. Wat deed dat beest in het zwembad beneden? Hij wilde de mens laten vliegen, maar hij gaf er niks anders dan kunst. Hij durfde niet groter te zijn dan de goden. Nou, nee, de wil bevindt zich in het lijf. Mijn lijf en mijn wil zijn één. Als wij willen, als wij echt willen, dan zijn wij tot alles in staat. Stel je die enorme sprong is voor in hoe wij naar onszelf kijken. Als we het zouden proberen. Maar als jij zegt, dat lukt ons niet. Dan zeg ik, wij hebben het nog nooit geprobeerd. Wij hebben er zo'n puinhoop van gemaakt. Wij hebben er met z'n allen zo'n ongelofelijke puinhoop van gemaakt. Vanuit de hemel zal ik zwaaien!
Martians have made mistakes, shape and reshape the world, redefine solution to the crime. Needed for an activity or special purpose, a thought, notion, or utterance, a matter of concern, a piece of information, an action, an event. Gizmo, what's it? Doodah, thingamajig. Something whose name is unknown or forgotten. Possessions, stuff, gear, belongings. My clothes, my gloves, my belongings. Attracts another yes. So let's say yes to hopeless hope. Let's say yes to. Feeling the void! Zou je kunnen zien. En Canavax is ook niet geïnfecteerd met dat virus van de strandbeesten. En ze zijn een onderzoek begonnen naar de taal van de beesten. Hoe klinken ze? Wat is hun stem?
Frisse lucht, Abid. Frisse lucht bevat een hoger niveau van zuurstof, wat zorgt voor een verhoogde zuurstofgehalte in het bloed. En daardoor ontspan je. Ah, ja. Maar ik ben hier niet gekomen voor een podcast. Ze staan als hyena's te wachten tot we een fout maken, man, al die fucking ZZP-dealers. Oh, meneer, ik had zich toch wel zorgen maken. Bro, wat is er met jou? Ben je toch goed om te graven? We gaan lekker graven samen. Het is toch leuk, die nostalgische vibe? En wie gaat die kleine jongen van mij naar Thaibox springen? Ik groef drugs op als een mol. Ja, je mag ook een stuk lap doen. Heerlijk blijven. Deze muziek, die stroomt niet door jouw oren, maar door je aderen, broeder. Ja? Ja. Slaapmuziek. Wat is jij nou van muziek, jongen? Deze man, Erik Satie, hij heeft heel weinig nummers uitgebracht in vergelijking met zijn tijdgenoten uit de 19e eeuw. Hey. Er komt een moment in jouw leven. Ja, ik heb die al gehad. Misschien heb jij die ook al gehad, maar heb je hem genegeerd. Maar er komt een dag dat er een knop omdraait en dan denk je bij jezelf. Hey. Waar ben ik mee bezig? Is dit wie ik ben? Vrouwen. Geld. Auto's. Huizen. Mijn leven was een videoclip. Maar weet je wat ik allemaal ben verloren, Ridwan? Eén van mijn betere vrienden, Hamdi. 6 jaar van mijn vrijheid. Het trots en eer van mijn moeder. En voor wat? Voor 2 merkschoenen. Zodat de jongens in de buurt denken dat jij belangrijk bent. Weet je wanneer jij belangrijk bent, Ridwan? Als jij elke dag om 6:30 opstaat, jouw kinderen naar school brengt, daarna keihard 8 uur lang gaat werken en thuiskomt en aan je vrouw vraagt: en hoe was jouw dag, schat? Bro. Ja. Weet je nog? Toen ik jou vroeger vertelde wat we allemaal zouden kunnen bereiken met dit, jij geloofde mij niet, jongen. En nou? We hebben het bereikt. Ja, toch? Bro, ik ben geen domme jongen. Jij vertrouwt mij. Tuurlijk vertrouw ik jou, man. Je bent de enige die ik vertrouw. Waarom? Wat moet ik zonder jou?
Some of us are here to honor the small things, like, for example, the right to exist. Some of us doubt whether the right to resist is a small thing. Stand about. If I can't control it, I will roll with anything the universe may throw my way. Nature, joy and anger.
teachers who'll get me through this future. Dus, jij dikke vrouwenbeeldjes maken en fluiten van dierenbotten en tekeningen van een mammoetjacht en van je hand op de muur van je grot. Jongens, is dit nou weer? Alles is heel gauw af. Maar zeep nog niet uitgevonden, dus dat lukt niet. Dus 2 weken grotarrest. Echt stom. Maar waarom? Zingen en dansen en dansen. Dit is geen schilderij. Dit is geen schilderij. Dit is niets meer dan een impressie. Ja, niets meer dan een impressie. Niets meer dan een impressie. Prima, ik speel de eerste baby in olieverf op doek. Oké. Mensen die zoiets maken, dat zijn geen schilders, dat zijn impressionisten. Ja, oké. Prima, dan zijn we impressionisten. Wat jij wil, boeit mij niet. En zo kwam een van de belangrijkste wendingen in de kunstgeschiedenis aan zijn naam. Het impressionisme. Einde scène. Er is een Franse schrijver die een heel boek schrijft zonder ooit 1 keer de letter E te gebruiken. Maar ik kan niet op zijn naam komen en doodgaan. Thank you.
voor het eerst van mijn leven over Louis Le Roy. En hoe hij met zijn sarcastische recensie de impressionisten hun naam had gegeven. Schrijft De Mythe van Sisyphus, een essay over het absurde. En hij schrijft, het ware kunstwerk heeft altijd menselijke maatstaven. Het ware kunstwerk heeft altijd menselijke maatstaven. Het is in hoofdzaak dat wat minder zegt. Het is in hoofdzaak dat wat minder zegt. Oud mannetje. Oké. Okay. Ik speel een vriendinnengroepje. Marijk en Manon, de drie M's. En wij gaan al bijna 30 jaar elk jaar naar Oeroe. Vroeger op de camping, maar dat gaat niet meer. Nee, met mijn rug gaat het niet meer. Tegenwoordig liggen we elk jaar hetzelfde huisje, al jaren. En ja, je moet er snel bij zijn en het wordt ook wel steeds duurder. Maar goed, je wil het toch niet missen. En tegenwoordig nemen wij een elektrische fiets. Ja, dat is ook zo leuk. En er is elk jaar wel iets wat je totaal vergast. Zie je hoe de bomen bijna geen bladeren meer hebben? Voel je hoe guur die wind is? Dit is de tijd dat Oeroe weer vergunningen moet aanvragen bij de gemeente en bij de provincie. En dit is dus de tijd dat ik daartegen bezwaar moet maken. Bezwaar maken? Ja, je moet wel eerst bezwaar hebben gemaakt. Je hebt na de bekendmaking van de vergunning heb je 6 weken om een bezwaarschrift in te dienen bij het college. En waar kan je bezwaar op maken? Overlast? Impact op het milieu? Worden de stikstofnormen wel gehanteerd? Dat zijn vragen die aan normale mensen ook worden gesteld. Wat betekent dit voor de broedende vogels? Hebben ze de juiste procedure wel gevolgd? Maar je moet wel je wetten kennen. De wet natuurbescherming. Want dit is een Natura 2000 gebied. Natura 2000? Ja, hier niet, toch? Hier niet, toch? Pas vanaf daarachter, dacht ik. Ja, daarachter is geen Oeroe. We zijn nog nooit daarachter geweest. Onder de tafel verstopt om geen afscheid van hem te nemen. Durfde je niet? Ah, het is niet het afscheid dat mij dwars zat, maar het moment dat mijn vader weer terugkwam. Hij was dan zeg maar veranderd. Voor die paar ogenblikjes, hè, dat hij even weg was en weer terugkwam, leek hij een ander mens te zijn geworden. Hij was zeg maar niet meer de persoon waar ik afscheid van nam, snap je? Ja, oké. Ze zeggen dat dat de herinnering is waarop je persoonlijkheid is opgebouwd. Door de pilaarherinnering genoemd. Alles wat je niet aan jezelf kunt verklaren, is meestal te herleiden naar dat moment. Mijn vader, die naar zijn werk gaat, en ik, die me onder de tafel verstopt om geen afscheid van hem te nemen. Durfde je niet? Ah, het is niet het afscheid dat mij dwars zat, maar het moment dat mijn vader weer terugkwam. Hij was dan zeg maar veranderd. Voor die paar ogenblikjes, hè, dat hij even weg was en weer terugkwam, leek hij een ander mens te zijn geworden. Hij was zeg maar niet meer de persoon waar ik afscheid van nam, snap je? Ja, oké. Ze zeggen dat dat de herinnering is waarop je persoonlijkheid is opgebouwd. Door de pilaarherinnering genoemd. Alles wat je niet aan jezelf kunt verklaren,
is meestal te herleiden naar dat moment. Koel je samen eigenaardige trekjes. Sommigen richten leesclub op, anderen jagen op onschuldige dieren. En vier anderen zuipen samen in de kroeg. Maar wij gaan om de zoveel tijd, zeg een keer per maand, naar een willekeurig treinstation. We checken in en we nemen de eerste trein die op dat moment vertrekt. En we stappen pas uit als we of honger hebben of zin hebben om te wandelen. Ja, of als de treincoupé te vol raakt om een fatsoenlijk gesprek te voeren. Dat vindt hij niet leuk. Ja, er is iets geks aan mensen in de trein. Ja, er is zoveel chagrijn. Die mondhoeken die hangen tot onder hun nek. Je moet eens even opletten. Ja. Op station kijkt iedereen met zijn tanden. Zo. Te graaien in een goodiebag van de spiritualiteit kapitalist. Wat nou als die vrouw een moeilijke dag heeft? Moeilijke dag. Moeilijke dag. En waarom moet ik betalen voor haar kutdag? En dan, opeens, staat daar een meisje op. Of meisje, jonge vrouw. Blond, grote ogen, mooi. Heel mooi. Ze staat daar met een glimlach op het gezicht. Ze zegt niks, vraagt niks. Ze staat alleen maar daar en kijkt ons alleen maar aan. Woordeloos neemt ze plaats naast ons, zegt niks, vraagt niks, doet niks. Alleen maar die verontrustende glimlach op het gezicht. Ja, ik weet niet hoe lang wij in deze limbo-staat van zijn we ons verkeren, maar het duurt voor mijn gevoel eeuw. Jouw kop, jongen. Ja. En zij komt naast ons zitten en ze zegt, ga verder. Ik vind het fijn om naar jullie te luisteren. Oh ja, trouwens, dit is allemaal echt gebeurd, hè? Oh. Waarom zeg je dat? Het is toch zo? Ja, maar waarom is het nodig om dat te zeggen? Omdat het zo is en omdat het het anders maakt. Dit verhaal is net zo echt zoals alle echte en onechte verhalen. Ja. Het is een verhaal. Nee. Het is belangrijk om te weten dat dit verhaal echt geleefd heeft. Hè? Dat het niet alleen maar als letters op papier of klank in een ruimte heeft bestaan. Dit verhaal is net zo echt zoals u het zelf wil. Het is echt gebeurd. En wat is je probleem? Het is echt gebeurd. Kut karakter. Goed, ze zit dus daar. Zij doet wat zij moet doen. Zich groot houden. Door de pijn heen bijten. Blijven lachen. En ik doe dit. Ik weet namelijk niet wat ik anders moet doen. Dus alsjeblieft. Kom. Het is een bevrijdende, maar ook een beangstigende gedachte. Mag ja. Als ik kinderen zou willen, dan zou ik het ook alleen maar met jullie willen. Geen sprake van. Dat absoluut niet doen. Dat is onmogelijk. Helemaal gek geworden. Wat is er met jou? Nou zeg, ben ik nou zo walgelijk dat jullie dat niet eens met mij willen? Nee, natuurlijk niet. Maar je begrijpt toch wel dat seks tussen ons een beetje weird is, of niet? Oké. 1. Ik wil helemaal geen kinderen. 2. Seks met jullie, dat is best wel walgelijk. Oh! 3. Je kunt ook op een andere manier kinderen maken. De liefde doet pijn. Haat doet pijn. Pijn is de valuta waarmee wij betalen voor dit. Het voorrecht om te mogen leven. En naarmate je ouder wordt, groeit de pijn met je mee. Wordt abstract, ingewikkeld, complex. Waar geen pijnstilling tegen werkt. En dan is het voorbij. In een ogenblik. Klaar. Mag ik je wat vragen? Wanneer heb je voor het laatst geneukt? Wat heeft dat ermee te maken? Je misgenegenheid. Hoe bedoel ik misgenegenheid? Ja, dat is jouw probleem. Nu zie ik het. Je neukt te weinig. Fuck you, man. Nee, sorry. Dank je wel. Liever niet. Zullen we? Ah, ik zit wel lekker zo. Kom. Kom. Roos is clean. Ze is blij. Blijer dan ooit. Afweziger dan ooit. Ja, ze heeft weinig energie. Dat is het. Thank you.
Ik sta in de gang van het ziekenhuis, net voor haar kamer. Het lukt mij niet om naar binnen te gaan. Ik ben niet bang. Ik ben ook niet zenuwachtig. Ik voel niks. Zelfs mijn lichaam lijkt niet het mijne. Alles voelt vreemd, alsof ik in een nieuwe wereld terecht ben gekomen. Een wereld die niet van mij is. Ik hoor daar niet te zijn, joh. Onderhoud niet. Ik hoor niet te bestaan. Ik hoor... Zia kwingi fa mama Kandala mi kungi bila Kandala mi kungi bansa Nongori na tori ta kendo pwe Umanga fu ni shishira Umanga fu ni shishire Kizuya kwingi fa mama Kandala mi kungi bila Kandala mi So come with me with a gentle bounce. Loose those shoulders. Shake off whatever you don't need. Whatever is in between you and celebrating today. You can shake off the hands, yes. You can shake off the legs. You can shake off the head. Geen zorgen, niets is onder controle.
Van hout? Hebben jullie deze nog in een doosje? Nog meer? Hebben jullie... Hebben jullie deze nog? Hebben jullie deze nog? Überhaupt? Hebben jullie deze nog?
Ja, ja. Ja, doe mij die dan maar. Ja, altijd voor een deel.